man is ondertussen 4, 5 jaar. En heeft weinig slaap nodig. En dan? Wanneer wij slapen s'avonds? 9 uur. Hoe laat ben je wakker s'morgens? 6:30. Elke morgen om 6:30 is Daan wakker. Nu Daan slaapt, zoals de meeste kindjes, in een donkere kamer. En is het soms moeilijk om te weten of het eigenlijk nog avond is of al ochtend. En wat er regelmatig gebeurt, dat Daan om 4 uur s'nachts roept, is het al ochtend door in het hele huis. Dus besloten we dat we oplossing moesten hebben om aan Daan duidelijk te maken hoe laat het eindelijk was, zonder dat hij staat om de klok te lezen. Want hij was maar 4, dus hij kan de klok te lezen. Een typische oplossing daarvoor is dit. Dat is een konijntje. Ik weet niet of er nog ouders zijn die zo'n ding hebben. Voilà. Er zitten 2 lichtjes in en eigenlijk geeft het aan de hand van de lichtjes aan of het dag al wel nacht is. Nu dat konijntje is voor hele kleine kindjes, dat is niet voor grote jongens zoals Daan. En het is ook een beetje beperkt in zijn mogelijkheden. Ten eerste, dat lichtje is niet heel accuraat, dus de dag is ook een beetje verlicht. En dat hebben ze heel rap door. De dag is ook wat verlicht, dus het zal wel nacht zijn. Dus heb ik besloten van daar een klein beetje... Ja, hacker skills is misschien zelfs overdreven, want ik ben zelf eigenlijk geen echt begenadigd ontwikkelaar, maar een beetje een kunstenaar. Om een soort van klok te bouwen die aangepast is voor de noden van Daan en van ons als ouder. Dit is poging 1. De poging 1 is eigenlijk uitgewerkt op basis van Arduino. Zoals het eruit ziet, ik heb er een paar beelden van. Niet heel erg succesvolle poging. Een Arduino met daar een LCD-knop. En de idee was dat er op de LCD niet alleen het uur komt in cijfers, maar ook in lettertjes, en dat er ook bij staat of het ochtend, avond of nacht is. In tekst, wil hij weet. Als het avond staat, is het avond. Als het ochtend staat, is het ochtend. En hij beseft welk moment van de dag het eigenlijk is. En of hij dus bedroeg of niet bedroeg. Dit is hoe het er ongeveer uitzag in de eerste versie. Hele kleine interface, met een afstandsbediening erbij. Omdat natuurlijk, je hebt heel weinig beperkte mogelijkheden om dat te bedienen. En een van de vervelende problemen in dit systeem is dat uiteraard die Arduino die real-time klok aan boord heeft. Dus die klok wordt elke keer gereset als de stroom uitviel, wat opgelost werd met dan een klein stukje software meer erin, waarmee je de klok kon juist. Dat was een beetje het idee. Het werkt, maar te beperkt. Vooral ook door mijn eigen beperkingen. Ik ben zelf, zoals ik zei, geen echt begenadigd ontwikkelaar. Dus ik zeg, we gaan op zoek naar een betere oplossing, een meer toegankelijk platform, iets waar we wat rijker mee kunnen gaan bouwen, iets waar we leukere dingen mee kunnen gaan doen. En we zijn begonnen aan een soort van featurelist van dingen die we eigenlijk willen maken. En er zijn 2 featurelists uitgekomen. Eentje van onszelf als ouder, namelijk Daan moet het onderscheid kennen tussen ochtend, nacht en avond. En 2, er moet een tijdsaanduiding op staan zodat hij ook begrijpt hoe laat het eigenlijk is en hij die link begint te maken tussen 5 uur is 's avonds en 6:30 is 's ochtends. En dan hebben we de fout of het plezier gehad van aan Daan te vragen waar zijn lezen waren. En Daan zei, wel, ik vind het leuk zo'n klokje, maar ik wil er eigenlijk heel graag ook foto's van jullie op zien. Van mama en papa en Mauro en oma en opa en die wil hij zien. En ik wil ook graag muziek. Want zijn broer, zijn kleine broer, die daar, die heeft gewoon een klassieke babyfoon en die speelt muziek, maar hij heeft dan weer. En hij houdt ervan om de babyfoon van Mauro te horen, dus hij vroeg, ik wil ook muziek. En punt 3 was een monsterscanner. Om te kijken dat er geen monsters in zijn kamer zijn. Laatst een dikwijls monster in de kamer? Ja, dikwijls. Dus papa is begonnen aan poging nummer 2. En poging nummer 2 is gebaseerd op de Raspberry Pi. En dat is eigenlijk als puntje 1 van de betere oplossing, namelijk een open, gemakkelijke toegankelijk platform. Nee, man, de Pi moet uitleggen, dat iedereen weet wat een Pi is. Maar ik moet iets minder van een developer of hacker zijn om daar op weg te kunnen dan op Arduino. Dat was voor mijn eigen gemak. Stap 2. Bij Alafruit hebben ze een prachtig LCD-display, 320x240, met ingebouwde touchscreen. Die perfect prikt op je Raspberry Pi. Dus ik heb een voorbeeldje, heb ik hem bij. Zo ziet dat ding eruit, als die 2 dingen op elkaar gemonteerd staan, dus die past perfect in die GPIO achter, in die stekker. Dus dat is een heel mooie, compacte oplossing. En dat ding gedraagt zich effectief zoals een scherm voor die Raspberry Pi. Dus als je daar X op start, dan start dat ook gewoon dat scherm op zoals je daar eigenlijk ziet. Opnieuw, gemakkelijk, toegankelijk, simpel, klik je elkaar, hacking kun je dat niet noemen.
Maar de PA heeft hetzelfde probleem als een Arduino. Die heeft geen real-time klok aan boord. Dus er zijn twee opties, ofwel... Wil je ook iets vertellen? Ja, maar zeg eens nog even laten zien, hè? Ofwel stoppen we real-time klok in, maar een iets makkelijker oplossing was er een wifi-dongle in stoppen, zodat we eigenlijk gewoon in TP tijd kunnen synchroniseren over het internet. Dat brengt wel een ander voorbeeld met zich mee, de collectiviteit, daar kom ik straks even over. En dan de software is eigenlijk een klassiek Python voor gekozen. Niet omdat je een geweldige Python adept bent, maar omdat daarvoor, ik denk dat makkelijk aan de GPIO's van die Py, daar is zeer goede documentatie voor. En ook PyGame is een hele leuke SDK om heel snel grafische dingen te kunnen pakken. Zinpast.
Dit was het doosje van mijn slim. Dit was eigenlijk het doosje. Dan de 3D printer van papa is een printer. En zoals eigenlijk zit dat klinkje net in dat doosje. Ja, en het is even groot. En er zijn twee gaatjes eigenlijk om voor die tubeltjes dat er net op zitten. Maar papa gaat die eraf doen. Eruit en eraf. Ik kan het zelf niet beter zeggen als ik het doe. Die gaan er maar af, omdat het mooi plat is. Een van de beperkingen van de 3D-printer was niet van vandaag is de resolutie, want ik had heel graag bovenal poppen geprint voor Lego. Zodat hij het hele deel dat nu gebruikt wordt om dan iets mee te bouwen en te leveren. Dat is een echt zitten, maar de rest is van mijn zin te beperkt worden. Ook trouwens een klein puntje nog. Eigenlijk was ik er vandaag niet in. Omdat de SD-kaart eruit steekt. Die zit breed. Als er bestaan ondertussen bij alle foto's van die hele korte, waardoor het gewoon netjes flush. Flush aan de kant. Dan zal je netjes flush aan de kant zitten en dan schuift je er wel volledig in. Dus, misschien heel kort gewoon de info als de mensen aan gelijkaardige dingen willen beginnen. De Pi zelf kost ongeveer 35 euro. De Pi TFT is 45 euro. De Doggle kost eigenlijk niks. Het is op zich is een vrij dure oplossing, want als ik technisch kun je waarschijnlijk goedkoper kopen dan dat je zelf in elkaar steekt, maar uiteraard heb je dan plezier niet in het maatwerk. En dus wat het ontbreekt is een Monster Scaler, die is nog niet aan de lat. Dropbox integratie, Lego integratie. En dan komt ook niet graag zijn camera uit als het donker is en zou eigenlijk graag het licht willen kunnen aansteken van zijn bed. Nu gelukkig hebben we een remotica-systeem dat aansturbaar is over IP, dus een van de ideeën is ook nog van een knopje te zetten waarmee je het licht kan aan- en uitdoen om dan pipi te gaan doen.